De bewoners van Gelieren en Bret waren in de Fleketere samengekomen om elkaar nieuwjaar te wensen. Eerst zou men een geleide wandeling maken doorheen het arboretum van Bret. Welkom allemaal. Ik ben jullie gids, tenminste voor het volgende half uur. Mijn naam is Sabine, ik woon hier in de buurt en ik kende het arboretum al een tijdje. Het is eigenlijk Jos, mijn man, die de volgende groep neemt, die een hele tijd geleden, maar dat is 10, 15 jaar geleden denk ik, zo de eerste actie hier opgezet heeft. Er staan nog bordjes van die periode, maar die zien er al een beetje ouder uit. Die bomen zijn aangeplant ongeveer in 1927. Sommige bomen zijn al over hun leeftijd. Ja, dat gaan we wel zien, dat is niet zo erg. Het arboretum strekt zich eigenlijk uit van de weg naar As tot, ja, hoe heet die weg? De weg naar het Schaamsdries. En dan tussen de Richter en die weet ik ook niet. Achter jullie gaat met z'n daar vier werken. Er is iets vreemd aan de hand met die werken, ze zijn nogal knobbelig. En op die knobbeltjes vertrekken heel veel kleine takjes. Zoiets noemen ze een heksenbeest. Wat is er eigenlijk typisch aan die jeneverbes? Dat was iets wat hier in de streek veel voorkwam. Eigenlijk op heidegronden. En als je goed kijkt, dan staat hier nog wat heide. En de jeneverbes, ja, dankt zijn naam aan de jeneverbes. We kennen die als die blauwe bessen die in de zuurkool zitten. Maar normaal zijn die veel groter struiken. Ze worden veel groter, ze kunnen zelfs meer doen. Of nog meer. Nu hebben die in de jaren 60 rond een tuin gezet. Niet gedacht dat dat ooit zo groot zou kunnen worden. Geen licht. Dus wat daaronder wil kiemen, dat gaat vanzelf dood. Dat heeft geen goede bodem. Heel anders dan aan die kant, waar het bos open is. En daar heb je wel zo struikjes. En het meest inheemse, hetgeen dat hier het meest spontaan voorkomt, is hulst. Als beloning stond er op het einde van de wandeling een lekkere borrel te wachten. Roger. Terug in de Fleketere werd er nog lang nagepraat en werd er nog menig glühwein gedronken. Ja, goed.